Licht uit, licht uit. Die mensen slapen allemaal. Ook wel leuk om eens een keer mensen wakker te gaan bellen. Waar kan ik jou nou voor wakker maken midden in de nacht? Een lekker potje Stratego. Een lekkere bossenbol. Of wat hebben ze in Breda? Oh, hier loopt iemand zijn hond uit te laten. Dat is laat. Zo, ben je zo laat je hond nog aan het uitlaten? Nee, hallo? Hallo, lieve. Is die bijt die? Of is... Meestal niet, nee. Nou, echt? Oh, is een hulphond? Ja, is het een blinde hond? Nee, ze is een PT6 hulphond. Oh, en ben jij die aan het trainen? Nee, ze is van mij. Oh, jij hebt een hulphond? Ja, dat klopt. Hoe komt dat dan? Ja, ik heb gewoon heel veel moeite met slapen. Ik heb vaak last van nachtmerries. Dus ik vind het nachten gewoon heel moeilijk. Mijn naam is Raven trouwens. Hoi, ik ben Sandra. Hoi, Sandra. Hoi. Ben je nog een rondje aan het lopen? Of, Ik ging net weer terug naar mijn huis. Zou ik met jou mee mogen lopen? Ja, dat is goed. Woont er verder nog iemand bij jou thuis? Of ben jij, twee konijnen. Oh, twee konijnen. En dat zijn ook hulpkonijnen. Ja. Ben jij dat met die helikopter? Ja. Of wat is het? Een vliegtuig? Zat jij in het leger dan? Bij de luchtmacht. Ik was daar in 2012 in Afghanistan. Daar was ik militair verpleegkundige ben ik geweest. Flight nurse. Flight nurse? Ja. Dat betekent eigenlijk dat je de patiënten transporteert van plek A naar plek B. Dus ben ik dan heel gek als ik denk dat daar dan ook misschien jouw... nee, dat klopt. Heb je heftige dingen gezien in Afghanistan? Ja, veel doden, gewonden. Ja... Ik denk dat er altijd mensen zijn die wel erger hebben gezien, maar voor mij was het blijkbaar genoeg om er toch mee te blijven zitten. Ja, lijkt me ook heel heftig. Ja, ik vind het best een moeilijk onderwerp om over te praten, dus ja? Ja. Oké, okay, dan zie je beelden of dan gebeurt er iets met je? Of wat is ja, dan? Ik ervaar dan echt heel veel spanning weer en ik ben vooral bang om de beelden. Het gaat nu veel beter met me, maar ik heb wel heel veel beelden en herbelevingen gehad. Of als er vuurwerk buiten is of gewoon onverwachte dingen. Maar toch... Beelden op tv of toen Afghanistan heel veel op tv was natuurlijk. Dat roept ook heel veel dingen op. Maar dat is bijna 10 jaar geleden dus. Ja. Ik werd redelijk depressief. En heel snel geïrriteerd. En ik was gewoon niet meer mezelf. Ik maakte gewoon veel ruzie ook. Met mijn toenmalige partner. En eigenlijk liep alles een beetje de mist in. Ja? Ik werd steeds somberder. En gewoon het leven niet meer zien zitten. Ja? Was het zo erg? Ja. Het gat ging zo diep? Ja. Wanneer is dan de ommekeer gekomen? Ja, dat is denk ik wel echt wieken geweest. Ik heb heel veel therapieën gehad en uiteindelijk ben ik daar toch een soort van uitbehandeld. Ik kreeg haar in 2019. En ja, sindsdien ben ik echt weer gaan leven en ben ik weer opgebloeid. En ze heeft me over heel veel angsten heen geholpen. Als de nacht komt, dan merk ik dat er iets verandert. Dan komen die angsten opzetten en dan... Als ze ziet aan mij dat ik te lang afwezig ben... Dan helpt ze me weer, dat ik weer hier in het hier en het nu terechtkom. En uiteindelijk dan zal ze doorgaan tot ik met haar naar buiten ga of iets. Dat ik gewoon weer echt denk van, ik ben hier, ik ben niet meer in Afghanistan. En het is gewoon veilig hier. Dankzij haar durf ik naar buiten en doe ik mijn dingen weer. Ben ik weer gaan studeren. En ja, dat komt echt heel veel door Bieke. Je bent nu weer aan het studeren. Is dat dan ook weer voor een functie bij Defensie? Of laat je dat nu voor wat het is? Ik wil eigenlijk als geestelijk verzorger, als raadvrouw wil ik terugkomen bij Defensie. Ik hoop er ooit voor mijn lotgenoten te kunnen zijn. Omdat ik heb de ervaring opgedaan en ik wil eigenlijk daar gewoon heel graag iets mee doen. Ik wil eigenlijk gewoon van die zwakte, ik wil dat ombuigen naar toch iets krachtigs. Ja, maar dan zul je ook wel een hoop ellende aan moeten horen. Ja, maar juist omdat ik zoveel heb gezien, denk ik dat ik... Ik vind het fijn als het ergens over gaat. Ik vind het klagen over het weer en dat soort dingen... Daar kan ik heel moeilijk mee omgaan. Dus het heeft je leven echt heel erg veranderd dan? Ja, het was een heel diep dal. Maar ik denk wel dat ik uiteindelijk beter ben geworden dan dat ik daarvoor was. Ja. En er zijn betere tijden en slechtere tijden. En ik weet ook niet echt of dat nog ooit gaat veranderen.
Maar dan is het wel fijn om gewoon een maatje bij je te hebben die het goede voorbeeld geeft. Ja. Zoals nu. Ja. Die gaat wel gewoon slapen. Ja. Ja. Ik ga er lekker verder over jou laten waken.